hoi. De maand maart is alweer voorbij. Oh, wacht even. Goed, wat ik aan het zeggen was. De maand maart is alweer voorbij. En ik heb deze maand heel veel geflopt. In totaal had ik zo'n 2,5 uur aan materiaal. Dat heb ik samen geperst tot, het is een 3 kwartier. Er is heel veel gebeurd in maart. En dat begon natuurlijk met het verschrikkelijk afschuwelijke nieuws over Oekraïne. En dat heeft wel een beetje een thema geweest heel de maand door heel de wereld. Dus deze vlog begint ook, hij begint hier, maar zo meteen begint hij ook met een paar dagen waarin ik totaal geen zin had om te vloggen. Dus waarin ik een voice-over heb opgenomen vandaag, omdat ik gewoon dagenlang niet met de vlogcamera gesproken heb. Dus dat. Wat nog? Ja, ik ben deze maand absurd weinig op social media geweest, heb ik vandaag gezien. Er zijn allerlei blogs online gekomen, er zijn allemaal vlogs online gekomen, allemaal vrijdagvideo's. En ik ben constant vergeten om dat tegen mensen te zeggen. Dus als je ergens een linkje ziet, klik er vooral op en kom dan terug bij deze video. Of als je er zeker van wil zijn dat je alles wilt zien wat er de afgelopen maanden voorbij gekomen is op charlengro.com, dan klik je daar. Ja, daar. Ik wens je heel veel plezier met deze maandvlog. En kijk maar gewoon mee. Ik ben dol op dat stukje van carnaval. Mijn make-up doen, mijn haar doen, een outfit bedenken. Dit jaar was het heerlijk kleurrijk. We gingen naar de optocht. En dan kom je dus grappige dingen zoals deze tegen. Vented in plaats van vinted. Snap je hem? Aan het begin van de maand had ik best veel last van gewoon boze gevoelens over de wereld. En dat uitzicht bij mij vaak in klusjes doen. 6 nieuwe eetstoelen kopen en die allemaal bouwen. Nee, dat is niet waar. Bas heeft de meeste gebouwen. Ik heb er eentje gedaan. Deze dus. En muren verven. Waar ik al gewoon 2 jaar tegenaan kijk en nu opeens denk, nee, ik ga het nu doen. En dat heeft ook zeker wat met het voorjaar te maken hoor. Al had ik wel flink wat spierballen nodig. En weet ik niet helemaal zeker of verf er zo uit wordt te zien. Maar goed. Ik ben tevreden dat het weer gedaan is. En ook al zie je nu op de muren specifieke witte vlekken waar ik geverfd heb. Dat zij dan zo. Ook de tuin en de tuintafel ben ik aan begonnen. En heb ik ook afgemaakt hoor. Eerst met een sopje groene zeep. En tijd voor een smoothie. Zo ziet het er post groene zeep uit. Groene zeep laag 1. Daar ben ik nog een keer overheen gegaan. En toen heb ik alles afgesproeid. Zodat het helemaal op kon drogen weer. En de volgende dag was het tijd voor een kringloopje. Dat was een rommelmarkt in de buurt met heel veel handwerkspullen of gehandwerkte spullen. Maar ook mooie vintage spullen zoals deze kinderboekjes die een vriendin van mij meenam. Deze jurk die ik echt fantastisch vind, heb ik inmiddels helemaal ontpluist. Een doos vol met kerstplaten die ik voor volgens mij 2 euro of zo heb meegenomen. Ik denk dat ik gewoon een verzameling kerstplaten moet maken. Want ik heb er nu al een paar. Maar goed, dit zijn al dus gewoon een stuk of 5 in een doos. Dus dan heb ik er wel heel veel. Kan ik weer december door. Dit fantastische deken. 100% acryldeken. Maar dat maakt het wel ideaal als picknickdeken. Helemaal in mijn kleurtjes. Een ongebruikte Starbucks mug voor een paar cent. Een paar mooie mandjes. Want ik ben ervan overtuigd dat je nooit veel mandjes kunt hebben. En dan dit. Oh, ik was eigenlijk met een half oog op zoek naar handwerkspullen. En dan vond ik dus deze prachtige borduurkaartjes. Met uitleg van allerlei soorten steken. Dus die heb ik meegenomen. Maar ik vond ook een boekje met 50 verschillende borduursteken uitgelegd. Dus dat is heel erg leuk. Dit boek over schapen houden. Met heel veel informatie erin over het product van de schaap. Wol dus. Dus die kan ik als naslagwerkje gebruiken. Ik ben begonnen aan een blog erover. Maar dat komt later wel.
En tot slot verschillende handwerkboekjes. Die kon ik toch gewoon niet laten liggen. En dan hebben we het over een euro of twee. De persoon die dit aan het verkopen was, had echt twee hele grote stapels. Dus ik heb me heel erg ingehouden. 1977, dat is echt bizar lang geleden. Sorry voor iedereen die in 77 geboren was. Maar het is mooi om te zien dat handwerken echt tijdloos is. Dat je met een aanpassing hier en daar een heel eigen nieuwe ontwerp kunt maken. Hey, hoi. Het is maandag, 7 maart. En dit is de eerste keer dat ik iets zeg in deze weekvlog op camera. Met alles wat er in de wereld gebeurt, hak er gewoon geen energie in. Geen energie voor, geen zin in de afgelopen week. Maar net dacht ik pak mijn camera en laten we erover gaan. Ik ga zo meteen buiten huis werken. Ik ga bij een vriendin thuis werken. We zijn een beetje workwives aan het worden. En moeten veel elkaar om door te werken. Met z'n twee werken is 1 keer per week super lekker. Dus daar ga ik nu naartoe. Maar ik heb vrijwel anders spullen boven liggen. Behalve mijn handwerkproject. Pas eens les aan het geven. Dus, stealth operation. MI5. Laten we proberen mijn handwerken te pakken. Voor het geval dat je afvraagt, Bas is leerkracht op een vrije middelbare school. En hij is vandaag dus online les aan het geven. God mag weten waarom, het is nergens voor nodig. Ga er even niet om. Maar het is dus niet de bedoeling dat ik in de woonkamer kom, want dan stoor ik hem en zijn kids. Ja, daarom. Zal ik wat tegen jullie zeggen dat ik de woonkamer in moet? Vanochtend was ik heel erg wakker volgens mij. Mijn project ligt gewoon hierboven. Dus ik hoef niet de woonkamer in. Sorry voor de onnodige spanning. Ik ben met mijn floor sweater bezig. Ik ben met mouw 2 bezig. Ik heb het patroon iets aangepast zodat het beter bij mij past. En ik moet alleen nog deze mouw breien. En dan kan ik alles aan elkaar gaan maken. Dus ik hoop dat dat voor het einde van de week gelukt is. Ik hoef niet meer stealthy naar beneden toe. Ik kan gewoon vertrekken. Ik neem mijn camera niet mee, want dat vind ik niet zo netjes bij andere mensen thuis. Maar vertrouw me op dat ik veel te doen heb. En ook gewoon al een uur laat ben om daar naartoe te gaan. Maar dat komt helemaal goed. Mijn handwerkproject ligt hier. Mijn werktas zit vol met boeken. Ik ga me vermaken. Hey, ben ik weer. Het is nog steeds maandag. Maar nu is het avond. Ik heb net zo'n leuk project online gezet voor een klant. En het is sowieso een heel vet project. Maar wat nog vetter is dat ik ook deel ga nemen aan het project. Er komt namelijk een Waldorf Festival. Met alles op het gebied van vrije schools, denk aan houtspeelgoed, denk aan handwerk, denk aan onderwijs. Is gewoon voor vrije school, mama's en papa's. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in en ik heb dus geholpen met het bouwen van de webshop. En de eerste 100 kaartjes zijn dus laatst super, super snel uitgegaan. En nu zijn de tweede serie 100 kaartjes staan nu online. En ik heb dus een eigen hoekje op het festival. Wat best wel een droom is die uitkomt. Ik hou van festivals. Ik hou van handwerken. Dus ik stelde het voor een organisator. En zij heeft een super mooie tekst geschreven over mijn plekje dus. Het luidt zo. Trek je terug om heerlijk ontspannen je onafgemaakte handwerkklusjes van thuis om in een rustige plek en onder begeleiding af te maken. Ja, dan kom je bij mij dus je handwerkproject afmaken. Daar word ik echt heel gelukkig van. De kaartjes zijn afschuwelijk snel aan het gaan. Mensen zijn zo enthousiast. Stel, er zijn er kaartjes. Dan vind je daar de link. Nee, daar. Je vindt ergens in dit scherm een link. En dan kun je een kaartje kopen voor een super chille, ontspannen dag uit. Weet je wat ook trouwens echt heel erg leuk is? Omdat ik dus nog steeds in meteen zeg maar een vrije schoolwereldje heb. Waar ik ooit weer volledig in ondergedompeld wil worden. Maar dat is een andere keer. Omdat ik daar dus nog een beetje in ronddobber in dat vijvertje, krijg ik dus ook van andere mensen het advies. Hey, kijk eens naar dit vrije schoolfestival. Ja, ik weet het! Ik sta daar met een plekje. En nog iets heel erg leuks waar ik aan ga werken, maar dat jullie dus aan het einde van deze vlog gaan zien. Ik ben gevraagd om samen met een hele leuke co-host een livestream te doen tijdens de regiofinale van Kunstbende. Dat is op 27 maart. Dus dat is dan al geweest als je dit ziet. Maar ook daarvan zal ik ergens een link delen. Zodat je terug kunt kijken. Want ik heb heel veel zin om nieuw talent te ontdekken. Goed. Vandaag is een goede dag geweest. Ik heb misschien 1/3 afgekregen van wat ik af wilde hebben. En ik heb nog niet kunnen breien.
Daar ga ik nu verandering in aanbrengen, denk ik. Hi! Ik heb zojuist een hele unieke online handelclub aflevering gefilmd. En nu zit ik hier in mijn nieuwe trui heel erg gelukkig te zijn. Er komt natuurlijk binnenkort een vrijdag video rondom deze trui. En laat ik jullie dan alle ins en outs zien. Maar hij is sowieso af. Ik heb prachtige... hoe ga ik dat laten zien? Prachtige mouwen weten te maken. Die gewoon lekker tot aan de elleboog gaan. Ik vind dat super fijn. Hij past heel mooi. De kraag. De kool hier is prachtig. Ik ben er gewoon super, super blij mee. En dan wilde ik even met jullie delen. Goed, het is... hoe laat is het? Ik heb echt geen idee hoe laat het is. Volgens mij is het al 10:00 geweest. 9:30. Het voelt alsof het 12:30 is. Ik ga naar bed. Misschien tot morgen en anders tot de volgende keer. Doei. Hey, hallo. Het is zaterdag. Ergens in maart. 11? Ik weet het niet. Zaterdag betekent lekker in de tuin werken. Dus dat heb ik net ook gedaan. Deze tafel maakte ik vorig weekend helemaal schoon. En die heb ik nu ingevet. Nee, geolied weer. De poten heb ik deze keer met rust gelaten. Want die zien er eigenlijk nog prima uit. Ik heb alleen de bovenkant, die natuurlijk in het najaar en in de winter de meeste schade krijgt, heb ik helemaal schoongemaakt en ingeolied. Ik ben begonnen aan het weghalen van de groene aanslag hier in de tuin. Dat wil ik natuurlijk met gezonde middelen doen en niet met groene aanslagverwijderaar. Dus ik heb nu met soda en met groene zeep een emmer gevuld en die er overheen gegooid en dat niet geschopt. Maar het lijkt er niet op dat dit heel erg gaat werken. Dus ik denk dat de volgende stap schoonmaakazijn is en dat flink aanlengen en dan laten liggen een paar dagen, heb ik gehoord. En dat ga ik vandaag niet meer doen, maar volgend weekend waarschijnlijk. En dan hebben we nog hier de tuinset. Of de loungebank, of hoe je dat kon noemen. Die heb ik ook even een schoonmaakbeurs gegeven. Maar het water was eigenlijk best wel vies, dus die tafel mag ik nog een keer doen. En alles behalve die pot daar is nu ook schoon. En daarachter bij de eucalyptus een beetje. En het gras heb ik nu nog niks aan gedaan, want je moet tot april wachten. Wat voor mij heel veel weg nog voelt, maar dat komt me goed. En tot slot de frambozenplanten beginnen wakker te worden. Deze en deze kreeg ik van een oud collega. Deze is echt een levend komen. Wat is dat nou weer? Maar die is back to life komen en deze niet. Dus ik denk dat ik die er gewoon uithaal naar volgend weekend. En de drie plantjes die ik bij de Intratuin kocht, die zijn ook lekker aan het groeien. Dus ik denk dat we eind van de zomer heel veel frambozen hebben. Voor de rest ben ik aan het haken aan de baree. Ik ben aan het haken. En we gaan lekker de stad in zo meteen om een kopje koffie te drinken en wat spelletjes te kopen. Maar eerst een lunch smoothie maken. Ik kwam er net achter dat de online handelclub precies 2 jaar bestaat. Dus na de uitzending ben ik nog even hier gaan zitten. Heb nog even mijn video opgenomen. En die kun je nu daar terugvinden. Hey, hoi! Het is vrijdag 18 maart en ik kreeg zojuist een berichtje van Lotte, de winnares van de Haakster van dit jaar, vorig jaar. En zij zei, wat leuk dat je te gast bent geweest als jurylid bij Wolplein. En dacht ik, ah, vrek, dat is vandaag. Ik heb net op mijn telefoon gekeken, hier zo. Maar ik zal hem ook ergens linken, zodat je de uitzending naar terug kan kijken. Ik heb dus een tipje van de sluier gelegd in de vorige maandvlog. Maar ik wilde eigenlijk niet te veel erover vertellen, want ik vond het verrassingselement wel leuk. Ik kreeg 2 weken voor de opnamedag een berichtje of ik jurylid wilde zijn. En het eerste wat ik dacht was, weet je zeker dat je dit naar de juiste Charlie hebt gestuurd? Maar er zijn niet heel veel Charlies in de handwerkwereld, dus dat klopte. Ik heb er echt heel even over na moeten denken. Omdat ik zelf natuurlijk eigenlijk pas 2 jaar brei. Dus wat kan ik nou inhoudelijk zeggen over breipatronen van anderen? Maar goed, het is wel een hele toffe kans om een keertje naar Wolplein toe te gaan en iets te filmen daar. Dus ik heb dat toch wel wat sneller losgelaten, want ze zouden niet voor niks een bericht gestuurd hebben. En ik heb ook wel gewoon veel ervaring met handwerken. Dus waarom niet? Dus ik ben naar... ik wou zeggen, ik ben naar Wolplein gegaan. Maar ik ben eerst naar
de Wolplein gegaan. Of het Wolplein. Het Wolplein. Dat is een plein. En dat heet het Wolplein in Tilburg. Dat is niet in de buurt van de winkel Wolplein. Want die ligt in Zaltbommel. Tussen Tilburg en Zaltbommel is nog een half uur verschil. Dus ik ben eerst naar het Wolplein gereden. En stond dus midden op een pleintje. Ja, kijk naar de klok. Ik was op tijd. 5 minuten voordat ik er moest zijn. Ik was alleen een half uur verwijderd van de winkel Wolplein. Dus dan heb ik heel snel gebeld en ben ik behoorlijk snel daar naartoe gereden. Ja, goed. Zo'n dingen gebeuren af en toe. En toen zijn we daar dus gaan filmen. We hebben uitgebreid gesproken over de verschillende truien die binnen waren gekomen. En ze waren allemaal fantastisch. Dat zie je eigenlijk ook aan de scores in de uitzending. De scores zijn allemaal ongelooflijk hoog. Er zit telkens 1 of 2 punten. Volgens mij 1, 2 punten tussen de scores. Dus dat betekent gewoon dat je 4 verschillende ontwerpen patronen binnen hebt gekregen. En van alle 4 denkt, oké, top. Dit is echt super mooi. En dan moet je op zoek gaan naar, oké, wat zijn nu de puntjes op de i? Welke hele kleine dingen zorgen ervoor dat iemand een punt meer of een punt minder heeft? En dat is moeilijk, joh. Daar hebben we ook best wel lang over gedaan. We hebben alles tot in de detail bekeken. We hebben alle patronen zijn we nagelopen om te kijken hoe dat iemand iets heeft aangepakt. Ik kon toen ook niet kiezen tussen die 4. Dat hoefde ik gelukkig niet alleen te doen. De andere juryleden en ik hebben dat gewoon helemaal uitgekiend. En uiteindelijk kwamen we dus tot de conclusie die je in de video van Wolplein ziet. Als iemand tegen mij zou zeggen, hier heb je die 4 patronen en al het gaar erbij. En je hoeft de komende maand niet te werken, zou ik ze alle 4 breien en dragen. Zo lastig was het om daar onderscheid in te maken. Maar het was wel een hele, hele leuke ervaring om dat te mogen doen. Ik voelde me heel erg vereerd om die uitnodiging te krijgen. Ik weet niet, ik zit hier ook maar mijn best te doen. En uitgenodigd worden voor zoiets is dan toch gewoon, een mooi compliment dat jij gewoon goed bezig bent. Dus dat heb ik toen ook te harte genomen. Het was echt een hele leuke ervaring. En ik zou het zo weer doen. Ook al kreeg ik, toen ik dan naar de stad in ging om wat te eten, een parkeerboete. Dat was jammer. Maar ja, goed, dat is mijn eigen schuld. Ik dacht dat ik ergens handig geparkeerd had. En dat had ik blijkbaar niet. maar naar Wolplein toe gaan en filmen. En de diepte induiken met een paar breipatronen. En echt uitpluizen hoe ze in elkaar steken. Was super leuk om te doen. Heel leerzaam. En ik zou het zo weer doen. Als je nog vragen hierover hebt, laat het me hieronder weten. Anderzijds, volgens mij heb ik alles verteld dat ik wilde vertellen. Er moet natuurlijk ook een klein beetje mystiek rondom zulke dingen zijn. Ik hoef je niet precies te vertellen hoeveel camera's er waren en microfoons en zo. Dat is niet zo interessant. Maar het was in ieder geval leuk en een toffe ervaring. Het is dinsdag ergens eind maart, ik weet het ook niet meer. En ik neem jullie mee op avontuur. Ik heb zojuist koffie gemaakt met ijskrontjes. En dat staat in de koelkast. Ik heb een handwerkproject waar ik zonder al te veel gedoe aan kan werken. Maar er is geen zon meer in onze tuin. Volledig zonloos. Ook op het pad achter ons tuin is niks. Nul zon. Het is prachtig weer. Ik heb de hele dag zitten werken. Behalve net een minuutje toen de zon heel erg mooi scheen en het lunchtijd was. Toen heb ik een half uurtje in de zon gezeten. Maar nu wil ik gewoon in de zon. Dus, voor het eerst in mijn leven, denk ik, ben ik heel dichtbij het worden van een voortuinmens. Ik ben niet opgevoed als voortuinmens. Ik heb nog nooit geleefd als voortuinmens. Maar ik denk dat vandaag de dag is dat ik voortuinmens word. Waarom is dit een ding voor mij? Ik ben sociaal best ongemakkelijk. Ik kan hier prima 3 dagen lang aan één stuk werken zonder ook maar 1 persoon te spreken. Dag 4 wordt meestal wel zwaar, maar 3 dagen zonder ook maar iemand te spreken? Doe mij dat maar.
En als ik in de voortuin ga zitten, is de kans dat iemand gedag tegen mij zegt groot. Zeg ik ook gedag terug. De kans dat iemand gedag tegen mij zegt en met me komt praten, is ook groot. En njam. Ga ik het doen of niet? Zo dom, dit slaat zo nergens op. Waarom kan ik niet gewoon in de voortuin gaan zitten als ik dat wil? Ik denk dat ik misschien oordopjes ga indoen, zodat ik een smoes heb, waardoor ik niet oogcontact hoef te maken. Ik maak geen grapje, dit is echt iets waar ik vaker mee deal. Ik wil gewoon even in de zon. Dus ik ga het denk ik doen. En over een kwartiertje is de pauze weer om. En voel ik me of heel erg goed of heel erg slecht. Maar dat laat ik jullie dan wel weten. Dus misschien is het mijn eerste en laatste keer als voortuinmens. Of misschien ga ik dit nu voor altijd doen. Ik weet het nog niet. Goed. Ik heb het gedaan. Ik ben een voortuinmens geweest. Ik heb 20 minuutjes buiten gezeten. Heb een klein beetje een rode toeter aan overgehouden. Maar dat hoort bij het voorjaar. En bij de zomer. En bij het najaar. En nu is het tijd om nog even een uurtje werk te doen. En dan ga ik wat lekkers te eten maken. Ja? Dat was het eigenlijk. Was het dat? Oh ja, niemand praatte tegen mij terwijl ik buiten zat. Dus. En ik ben ook een audioboek aan het luisteren. Dus dat heb ik net ook gedaan. Het heet This Much Is True van Miriam Margulies. Fantastisch interessante vrouw die ik kende eerst via de Harry Potter films. Maar nu gewoon verder ken van haar acterend leven. Zeer bekende lesbienne. Hele grove mond. Maar gewoon een inspiratie. Dus dat ben ik nu aan het luisteren. Ik ga nog even een opdracht voor een klant afmaken. En daarna lekker wat eten koken. Aangezien dat Bas vanavond laat op een vergadering is. Of een studieavond is. Ga ik granalenwok maken. En dan denk ik misschien met een wijntje in de tuin zetten. Misschien. Het is dinsdag. Moet het niet gek doen. Hey, welkom bij mijn geluksmomentje van de dag. Het is donderdag 24 maart. Het is al 4:30 geweest. De dag is super snel bijgegaan. Ik ben net even de trap afgehold om een nieuwe uitvinding te maken. Namelijk koffie met kokosmelk. Koude koffie met koude kokosmelk. Waarom is dit mijn geluksmomentje van de dag? Ik heb de hele dag achter mijn computer gezeten om voor klanten van alles te doen. Een paar last minute dingen die ik met veel liefde doe. Maar ik heb al sinds het begin van de maand een stapeltje spullen op mijn bureau liggen. En dat stapeltje spullen wordt maar groter en groter. En er zijn een paar pakketjes binnengekomen. Het zijn niet allemaal dingen die ik zelf gekocht heb. Er zit één gesponsord dingetje tussen. Eigenlijk gewoon een cadeautje. En de rest zijn spullen die ik mezelf heb gekocht. En zo meteen als ik deze video heb gemaakt, ga ik nog iets voor mezelf kopen. Want. Hier zie je trouwens mijn yoga paraphernalia. Ik heb een nieuwe yogamat nodig, want deze valt echt uit elkaar. Toen ik gisteravond oefeningen doen was, haalde ik er een stuk hout uit. Ik weet niet hoe die er komt. En een rolmat voor mijn rug. Wat echt super lekker is. In ieder geval, ik wilde deze dingen met jullie delen. En het eerste wat ik met jullie ga delen is oogdruppels van Avogel. Als je dacht dat ik oud was omdat ik heel veel handwerk, had je ongelijk. Ik ben oud omdat ik oogdruppels nodig heb. Mijn ogen zijn zo bizar droog. Altijd al, zeg maar van zichzelf. Maar als ik make-up op heb, dan wordt het helemaal de hel. En dat brandt echt als ze neten. Ik had eerst oogdrupjes via de huisarts. Die werden niet vergoed. Geen idee waarom. En op een dag waren die oogdruppels op. Het zijn gewoon letterlijk oogdruppels om je ogen wat te bevochtigen. Die oogdruppels waren op, die van de huisarts. Die kostten een tientje of zo voor zo'n superklein flesje. En ik had heel erg pijn in mijn ogen. En als ik de huisarts zou bellen, nieuw recepten zou dienen, zou het een dag of twee duren. En ik wilde niet een dag of twee wachten. Dus toen vond ik in de stad oogdruppels van A. Vogel. Ik heb meteen extra intensieve oogdruppels gepakt. Bij zeer droge ogen voor extra bevochtiging. Wat zit er nou in? Geen idee. Water?
Er zit water in. Geen conserveringsmiddelen. Er zit wel Euphrasia officinalis in. Als ik het goed onthoud heb, is dat een soort plant. Sodiumchloride, wat heel logisch is. Boric acid, geen idee. De sodium tetrabor. Ik denk dat ik het stikt eruit knippen. Er zitten ingrediënten in. En het allertofste hieraan is dat het een beetje anders werkt dan normaal. Normaal heb je zo'n tuutje en dan duw je erop. En dan komen er 27 druppels uit. Deze niet. Deze moet je naar beneden duwen. Ik ga het nu niet voordoen. Ik heb nu geen pijn in mijn ogen. Je duwt deze naar beneden en dan komt er één druppel uit. Waardoor hij dus veel langer meegaat. Echt een topproduct als je droge ogen hebt. Zoals omaatje Ali hier. Echt verschrikkelijk. Alsof ik een 80-plusser ben. Niet alleen om 80-plusser te zijn. Maar ik ben er niet eens 30. Goed. Het volgende werd mij eind vorige maand toegestuurd. En ik heb heel even snel gekeken, maar ik had nog geen ruimte gemaakt om even te gaan zitten. Ik heb namelijk vorige maand heb ik Devonie gesproken van het Naaldbos. En zij had het over een quiltpakketje. En dat quiltpakketje is ook toen eruit gegaan als prijs. Iemand heeft die gewonnen. En ik was blijkbaar zo enthousiast dat Devonie dacht, hey, die wil Charlie ook. Dus nu heb ik een klein, fijn quiltpakketje. Voor een hart van goud. Dat is dus een gekwild hartje. Nou, zou ik hem beter zien. Een gekwild hartje. Alles zit erin om te gebruiken. Deze tuinbroek kocht ik tweedehands. Ik hou van tuinbroeken. Als het aan mij lag, zou ik altijd in tuinbroeken leven. Maar mijn vorige tuinbroek, die ik ooit ergens op een vintage markt of zo scoorde, daar paste ik niet meer in. Ik ben wat breder rondom de heup en de buik geworden. En ik paste dus niet meer in mijn vorige tuinbroek, wat ik heel erg vond. En toen heb ik zo mijn voelspriet uitgezet op zoek naar een nieuwe tweedehands tuinbroek. Want nieuwe tuinbroeken, die vind je bijna nooit meer in een super simpel model. Ze zien er of wat eleganter eigenlijk uit. Of je hebt een heel simpel model met gaten in de knieën. Dat heb ik nooit begrepen, dus dat ging ik sowieso niet doen. Maar toen vond ik deze tuinbroek, die gewoon super comfortabel zit. Beetje te kort bij mijn benen, maar ja, al die breide sokken lossen dat op. En, even kijken of ik dit kan laten zien. Schrik niet, het is best ongemant. Je krijgt echt zo'n worst hier. En dat is voor mij een leerpunt om te accepteren dat mijn buik er nou eenmaal zo uitziet. Laat vooral geen berichtjes achter over... met jouw mening daarover. Dat is raar. Ik laat het alleen maar even zien omdat ik ermee bezig ben. In de hoop dat jij weet dat iedereen een lichaam heeft. Ik weet het ook niet, jongens. Vloggen is mijn manier om door dingen heen te komen. En mijn gewicht is op het moment een ding voor mij. En dat mijn lichaam veranderen is een ding voor mij. Dus die krijg je er gratis bij. En je ziet gewoon in deze tuinbroek heel duidelijk dat ik niet meer geen buik heb. Dus daar moet ik aan wennen. Maar in principe zit hij gewoon super lekker. Dus boeien. Dus deze heb ik. Oh, trouwens, als je van zitpositie naar je buik kijkt. Die ziet altijd groter uit als je zit dan wanneer je staat. Sowieso. En ook, ik ben de enige die op mijn buik aan het letten is. Volgens mij komt het niet heel vaak voor dat andere mensen de lijven van andere mensen kijkt en denken, te dik, te dun, te groot, te klein. Iedereen is zo met zichzelf bezig dat het eigenlijk niet boeit. Doe ermee wat je wil. Het volgende dat ik binnengekregen heb is een pampersetje voor mezelf. Mijn huid en ik hebben een ongezonde relatie. Mijn huid, vooral mijn gezicht, mijn hals, achter mijn oren, mijn nek, mijn rug. Zit vol met acne. Ik verstop dat niet, want dan moet ik een heel budget aan de kant zetten voor make-up. En als je acne verstopt onder make-up, dan wordt de acne niet minder van. Dat wordt alleen maar erger, dan moet je meer make-up opdoen. Maar daar heb ik wel heel veel last van en het is gewoon zoals het is. Is waarschijnlijk een disbalans van hormonen. Heb ik al sinds mijn 12e volgens mij. En ik loop bij een huidspecialist, daar loop ik al jaren rond. En zij helpt me heel erg door iedere 2 maanden mijn gezicht helemaal te reinigen. Alles uit te knijpen op een professionele manier. Niet op een geknutste manier, want dat mag ik absoluut niet. Al doe ik het soms wel. En ik heb ook zeep en zo vandaag gebruikt. Maar dat is best agressief spul.
prima spul, maar best agressief. En ik wilde het wat zacht aanpakken, want de laatste tijd doet mijn huid het wat rustiger. Of is mijn huid wat rustiger. Dus ik heb... ik had een financiële meevaller en dacht, ik ga mezelf trakteren op alles van Weleda, wat gewoon een supermooi merk is. Dus ik heb zuiverende reinigingsgel, ik heb zuiverende licht gezichtscreme en ik heb nog Dermalotion. Dermalotion zuivert en vermindert puistjes en meeeters en ruikt... Ik kan de geur niet omschrijven, dus kijk wat erin zit... wat zit erin? Een alcoholisch extract van calendula en echinacea. En er zitten wat zuren en zouten in. En dat is ook goed, want dat doodt dan de bacteriën. En 18% alcohol. Weet je. Het ruikt echt super lekker, vind ik. Deze twee heb ik nog niet gebruikt, want ik ben dus de oude nog op het maken. Want anders vind ik dat zonde. Maar ik verheug me er wel op, want volgens mij ruiken ze ook heel lekker. Ik laat hem nog even dicht, want ik gebruik hem nog niet. Maar goed, die drie. En ik heb mijn lievelings body olie gekocht van Weleda. Verdeel een kleine hoeveelheid olie op de nog licht vochtige huid. Ik gebruik iets meer dan een kleine hoeveelheid. Want het stomme is, ik heb dus een hele vette huid op mijn gezicht en mijn hals. En ook op mijn rug redelijk. Maar mijn armen en benen zijn gordroog. En dan is deze heel erg lekker. Ik heb een fles bijna op. Dus nu een nieuwe wilde rozenfles. Ruikt gewoon echt. Pff, alsof je in een veld met rozen staat. Dus als ik na het douchen mijn armen insmeer, dan zit ik ook de rest van de dag zo. Pff, zo lekker. Dus als je me ooit opeens in mijn armen ziet ruiken. Daarom. Het laatste dat ik heb aangeschaft is een flinke doos vol. De webshop Liefs van Leen gaat sluiten. En ik hoop dat ze open is tot volgende week vrijdag. Ik denk het wel. Zodat jij nu nog heel snel wat kan gaan kopen. Zij hadden een webshop met allerlei inpakmaterialen en notitieboekjes en pennen en dergelijke. En ik heb vijf jaar geleden ben ik op een bloggermiddag geweest voor Christmaholic, waar ik toen nog voor blogde. En daar heb ik in een goodiebag heel veel inpakpapier gekregen. Nou, we zijn 5 of 6 misschien zelfs jaar verder. En dat is nog steeds niet op, maar wel bijna op. Ik koop dus eigenlijk nooit inpakpapier. Behalve als het voor een jong kind is, want dat vind ik wel kleurrijk als leuk. Of specifiek kerst of Sinterklaas. Maar voor verjaardagen en zo heb ik de afgelopen 6 jaar helemaal niks hoeven kopen. Omdat ik altijd inpakpapier had. Dus toen ik voorbij is gekomen dat de webshop van Helene dichtging, dacht ik, ja, nou ja, als ik daar gewoon nu €30 ga uitgeven, dan heb ik genoeg voor de komende 8 jaar. Dus dat heb ik gedaan. Ze verkocht allemaal losse producten, maar ze verkocht ook verrassingsdozen. En ik heb een verrassingsdoos gekocht. Vol. Vol. Ik heb al een paar dingen opengemaakt, want ik was nieuwsgierig. En het eerste is een heel mooi notitieboekje. Met een leuke kaart erbij. En dan een potlood en een pen. Met op de pen Follow Your Dreams. Een inspirationele pen. En een potlood met Let's Do This. Inspirationeel potlood. Hier zit overigens zoveel in dat ik denk dat ik ook gewoon wat ga weggeven. Dus hou het einde van de video in de gaten om erachter te komen of ik daadwerkelijk iets ga weggeven of niet. Er zitten mooie kerststickers in. Nog heel veel meer andere stickers. Oh, maar dit is ook voor kinderen met leuke plaatjes erop. Superleuke dingen allemaal. Waardoor het inpakken gewoon mooier is. Een paar aanzichtkaarten. Hoera, een baby. Heel mooi in hun eenvoud. En een mooie canvas tas. Ik heb heel veel lichte canvas tassen. Een donkere nog niet. Dus dat, eigenlijk ben ik hier gewoon heel erg blij mee. Want ik vind het echt heel mooi. Wat hebben we nog meer? Rollen in pak. Papier. Hier ga ik echt zo lang mee kunnen doen. Super mooi ook. Oh, kijk, ze heeft echt wat spullen voor kinderen ook. Met heel mooie illustraties. Heel veel binnen- en buitenkant inpakpapier. Zodat je dan het randje kan omvouwen. En dan heb je een mooi randje. Dus echt kilo's inpakpapier.
Met ook echt een paar dunnere rollen. Maar ook een paar dikke japen, joh. Dan hebben we nog heel veel verschillende zakjes. Nou, die 30 euro is dus echt 600% waard. Dit is precies wat ik ook gehoopt had. Gewoon mooie spullen om cadeaus mee in te pakken. Dus heel erg dankjewel, Helene. En als je zelf op zoek bent naar inpakpapier waarvan je gewoon weet het is mooi. Dan klik hieronder op de link. Nou, ik ga terug naar mijn koffie en nog even een uurtje werken. Oh, trouwens nog niet helemaal dag. Want morgen heb ik een hele volle dag. Maar zaterdag en zondag ook. Zaterdag ga ik opbouwen. Want zondag heb ik kunstbende. Informatie over kunstbende ga ik je vast zondag vertellen. En ze hebben me dit jaar gevraagd om online presentatrice te zijn. Samen met Kleine Bas. Als ik noem Kleine Bas. Want A, hij is kleiner dan mij. B, hij Bas. En C, hij lijkt spreken op mijn Bas. Dus het had mijn kind kunnen zijn of zo, denk ik. Nou, niet helemaal. Maar wij zijn dus een presentatieduo. Ik zal nu alvast verklappen. Ik heb heel veel blikjes energiedrank gekocht. Want die jongen is een bal energie. En ik probeer hem hopelijk een beetje bij te houden. Maar dan neem ik jullie mee. Kun je een beetje behind the scenes kijken. Dus ik denk dat het misschien in iets wat langere maandvlog gaat worden. Maar ik hoop jullie enthousiast te maken voor kunstblenden. Want het is gewoon een heel tof initiatief. Hoi, het is vrijdag 25 maart om 10:30 ochtends en het nieuwe seizoen van Bridgerton is op tv. Ik heb gisteren al mijn werk aangeleverd dat ik moest aanleveren. Ik heb vanochtend nog een paar dingetjes gedaan. Ik denk dat ik gewoon de computer uit ga zetten. Ik denk dat ik gewoon ga bingen de hele dag. Weet je, freelancer zijn heeft een berg voordelen en een berg nadelen. Dit is een van die voordelen waar ik vandaag gretig gebruik van maak. Dus... Goedemorgen, het is zaterdag eind maart. Ik ga 26 maart gokken, denk het. En vandaag ga ik helpen met opbouw bij kunstbende. Wat klusjes in huis doen. Maar eerst mijn verse smoothie drinken. Met aardbeien, rode bessen, wat oats en wat honing. En sojayoghurt. Ja, dus dat gaan we doen vandaag en ik neem jullie graag mee. Oké, we hebben... Hier alles klaarstaan, daar is Bas. Yes! Nu heb ik twee Bas in mijn leven. Ja. The more the merrier. En morgen moet om 10:00 hier zijn om alles verder af te ronden. En dan komen vanaf 12:00 komen de deelnemers. En gaan we... Nee, kwart voor één. En om 12:30 begint de livestream. Ja. Ja, de livestream gaan jullie niet meer zien, want dit komt pas op 1 april online. Maar je kunt wel terugkijken als je wil zien wat voor dingen we uitspoken. Ja, dus... Het was heel vet. Het was heel gezellig. Ja. Ik had er zin in. Ik ook. Zondagochtend was vroeg. Heel vroeg. Maar het zag er prachtig uit en alles stond helemaal klaar, dus ik had er heel veel zin in. Hey, hoi. Het is zondag 27 maart, denk ik. Ja. 27 en ik ben weer samen met deze Bas. We hebben dan alles klaargezet voor de livestream, maar ga nu ook... Even een kijkje nemen in wat er hier nog meer te doen is. Want er is veel te doen. Er is heel veel te doen. Dingen zoals een kalmaan, karavaan, knutselspullen, fotobooth, silent disco. Wie houdt er nou niet van een goede silent disco? Er was in ieder geval voor de bezoekers echt meer dan genoeg te doen. Dus als je ooit hoort dat er een Limburgse finale is bij jou in de provincie, moet je vooral gaan. Het is gewoon een leuke dag uit. Ongelooflijk, ik ben vergeten ook maar een seconde van de livestream te vloggen. Ik ga even kijken of ik, als het me lukt om nu een stukje van YouTube af te halen, dan zie je het nu. Hier speelt Laagland meestal de voorstellingen. Ja. Ben je hier ooit naar een voorstelling geweest? Nee, sterker nog, toen ik de eerste keer mee kwam doen met kunstbende, zo'n 10 jaar geleden volgens mij, als vrijwilliger, was dit heel anders. Dus hier was vroeger een podium waar muziek en DJ waren. Die zijn nu verhuisd naar het podium achter ons. De Charles Eijkzaal. Ja. Dat jij dat allemaal weet, joh. Ja. Nou, ik speel hier altijd toneel. Hey, wat gezellig. Ja. Mag ik aan jou vragen hoe jij heet? Marieke. Marieke. Dan ga ik het bijbewonerkaartje zoeken. Nope. Nee. Ik kan ook bij Mel staan. Dat is mijn stage-naam. We doen het zonder kaartje. Nou. Je zei al een stage-naam. Ja. Ik heb dat altijd interessant gevonden. Hoe kom je nou op een stage-naam? Ja,
Ja, het is een beetje zoeken. Ik heb zelf de naam Mel leuk gevonden. En het is een acroniem voor mijn broertje en mijn zusje. De namen. Oh, dat is ook heel erg leuk. Ja. We moeten straks... Hoi mensen van de weekvlog van maandvlog van Shalengro. Jawel, dat is wel zo. Je hebt wel gelijk. Is het de maandvlog? Ja. Dus die komt 1 april komt dus die dit uit. Dit zijn de handwerkers. Ik vind dit. Dit zijn heel veel verschillende soorten mensen. Niet alleen handwerkers, denk ik. Ja. We gaan een liedje zingen. We gaan straks opruimen. Maar eerst nog heel even een act kijken, want we hebben natuurlijk helemaal niks gezien. Ja, wat hebben we gezien? We hebben hier de stream setup gezien. Deze keer met dit ding dat ik gewoon niet heb aangeraakt. Dus dat was er. Koffie, cola, chocola, frikadellen. Frikadelletje los. Wat een ding is. Niemand wil ooit een losse frikadel aanraken. Ja, het was gezellig, jong. Volgend jaar weer? Ja, sowieso. Top. En misschien een podcast starten of zo. Is wel vet eigenlijk, hè? Mijn Bas was samen met Gavin, een vriend van ons hoofdpresentator, maar kleine Bas. Oh! Freelancer of the Year. Dus dat. Hallo, het is de maandag na kunstbende. En dat betekent dat eigenlijk bijkom maandag is. Ik ben volledig gesloopt. Het was gisteren ontzettend gezellig. We waren rond, volgens mij waren we om 9:30 of zo thuis. Meteen mijn bedden gedoken. En vanochtend weer om 8:00 opstaan voor een afspraak. Ik vond het best slim bedacht voor mezelf om die afspraak om 10:00 's ochtends te plannen. Zodat ik zeker wist dat ik voor de middag mijn bed uitkwam. Maar nu, op dit moment ben ik niet zo blij met wat ik gedaan heb. Maar dat maakt niet uit. Koffiezetapparaat staat aan. De moedjes van vanochtend, vergadering, mijn opdracht afmaken. Die zijn nu gedaan. Nu ga ik even koffie drinken. Het huis opruimen, want het is een bende. En daarna na de lunch weer 2 uurtjes werken. Misschien ergens een dutje doen. Ik ben echt helemaal gesloopt. Maar gisteren was echt te gek. Echt zo tof om zoveel leuke deelnemers te spreken. En vanochtend werd ik wakker met in de kunstbinnen appgroep 10 appjes dat ik in de krant stond. Dus hier plak ik een foto die super vaagjes is. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Leuk dat de krantlakkers komen. Ik heb het niet gemerkt. Ja, het was echt een toffe dag. En vandaag wordt ook helemaal prima, met heel veel rust. Hallo, het is dinsdag 29 maart en dat betekent dat de maand bijna voorbij is en ik nog niet begonnen ben aan het editen van de maandvlog. Even kijken, ik heb nu... Hallo, ik ben er nog wel. Dit is een ongelukkige houding. Ik heb nu... Dit is niet een veel betere houding. Ik heb 2:05 aan videobeeld. Wat hartstikke gezellig is. Maar dat is echt heel veel. Ja, dinsdag, vrijdag komt het online. En tegelijkertijd... Ik blijf maar gewoon even zo onschermant zitten. Tegelijkertijd ben ik 1 groot project af en ronden voor een klant. Heb ik 2 mails klaarstaan voor 2 klanten. Met daarin de offertes voor andere klanten. Voor het geval je het je afvraagt een offerte sturen naar een klant voor een opdracht die je heel graag wil doen, maar waar je ook gewoon op een normale manier betaald voor wil krijgen, is verschrikkelijk eng. Want ik wil heel graag dit werk doen, maar ik moet ook gewoon geld aan verdienen. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Een hond. Dus die 2 mails gaan vandaag weg. Ik heb net heel veel feedback gekregen op het werk van het grote project waar ik nog af moet ronden. En ik moet dus 2 uur aan videomateriaal. Oké, het komt goed. Het komt goed. Zo, dat was de maand. Echt van alles en nog wat in 1 maand gestopt. Het is vaak heel bizar hoeveel er plaats kan vinden in een maand en hoe snel de tijd dan toch gaat. Komende maand weer allerlei leuke dingen op de planning. Waaronder CreaDoe en waaronder voorbereiding voor een heel tof evenement dat ik ga organiseren. Maar daar volgende maand meer over. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En op de duim te klikken als je dit een toffe vlog vond. Goed, ik spreek jullie komende week alweer. Dankjewel voor het kijken. Doei!